Nee joh! Ja, zeker wel. Hoezo dan? Ja, let het lange stuk uit. Back to the middle, joh. Ik zo goed op. Kijk dit dan. Hoe cool is dit? Hey iedereen, welkom bij deze gloednieuwe vlog. Om heel eerlijk te zijn ben ik een beetje zenuwachtig. Dus ik hoop niet dat ik me ga verspreken of dat ik rare dingen zeg. Of nou ja, trouwens, dat zijn jullie gewend dat ik rare dingen zeg. Maar mijn ouders. Ik ga maar gewoon gelijk met de deur naar huis vallen. Jullie weten hoeveel mijn ouders voor mij betekenen. In mijn hele vlogavontuur, waar ik nu al bijna 3 jaar mee bezig ben. Nog een week, en dan ben ik exact 3 jaar bezig. 5 november 2021 ben ik exact 3 jaar bezig met dagelijks vloggen. Ik heb natuurlijk ook nog een hele lange historie voor dagelijks vloggen. Op een andere manier uploaden, andere manier content maken. En dat had ik allemaal nooit kunnen doen. En ik had nooit kunnen bereiken tot waar ik nu sta als ik mijn ouders niet had. Bijvoorbeeld, mijn vader heeft natuurlijk mij geholpen om mijn eerste camera te kopen. Ik heb de ene helft van de camera bij elkaar gewerkt. En hij legde de ene helft, de andere helft bij. Je merkt dan een beetje, ik ga een beetje al ene helft, andere helft. Ze hebben me ook zo vaak geholpen met content. Ze waren er op de zware momenten, ze waren er op de goede momenten. Ze waren er op de random momenten, op de grappige momenten, van allerlei momenten. Heel veel belangrijke momenten. Voor de kleinste dingen staan ze al voor me klaar. Voor de grote dingen staan ze voor me klaar. Als ik om hulp vraag, zijn ze altijd daar. En daarvoor kan je je ouders natuurlijk niet genoeg voor bedanken. Dat bestaat bijna niet. Dus af en toe probeer ik wat voor ze terug te doen. Dat hebben jullie in de vlog kunnen zien. En vandaag is het weer zo'n moment. En dit is een groot moment. Een heel leuk moment. Een heel groot moment. Een speciaal moment. Ik heb er echt heel veel zin in. We gaan namelijk zo naar John. En mijn pa weet er vanaf. Mijn moeder niet. Hoe het dus zit. Ik heb John opgebeld. Want mijn vader belde mij. Ik zat gewoon lekker met mijn pa te bellen aan de telefoon. Een half uurtje of zo. Een beetje bijkletsen. Dus op een gegeven moment zei hij: ja, Mater auto is afgekeurd. Over 3 weken moet hij naar de sloop. Ik zeg, wat? Hoe vlot is dat ding? Ja, de hele onderkant is weggeroest. En dit is kapot. En zus is kapot. En dit en dat. Dus ik dacht, ik bel mijn maat. John rijdt. Ik bel John op. Ik zeg, John, laten we samen een auto gaan regelen voor mijn ouders. Die hebben binnen 3 weken een nieuwe auto nodig. Ze weten alleen niet dat ik dit doe. Hoe gaan we dit aanpakken? John zegt, ja, we doen Don. Laten we het leukste samen van maken. Dus dat gaan John en ik doen. We hebben echt een supermooie Renault Clio uit 2018. Ik zal straks van alles over vertellen als ze er zijn. Maar ja, een auto die binnen 3 weken naar de sloop moet, dat is inmiddels 2,5 weken geleden of zo, dan ga je best wel snel kijken voor een nieuwe auto. Dus ik moest het wel tegen mijn pa zeggen. Dus die belde ik op. Ik zei, ja, niks tegen ma zeggen. Dat is ook maar de auto natuurlijk dan. Ik zeg, maar ik heb met John een nieuwe auto geregeld. Nou, mijn pa wel lachen, vond het helemaal geweldig natuurlijk. Dus hij zegt, nou, ik zal proberen mijn bek te houden. En nu krijgt mijn pa de hele tijd op zijn flikker dus van mijn moeder. Van, waarom ben je nog geen auto aan het zoeken? Dat ding moet bijna naar de sloop. Normaal ben je veel sneller met dat soort dingen. Zoek nou een auto. Dus ik denk dat ze nog geen vermoeden heeft. Wij gaan vandaag een leuk dagje in Brabant hebben. We gaan naar een paar kathedralen. We gaan een mooie wandeling maken in de natuur van Brabant. Althans, dat is wat mijn moeder denkt. Maar als wij vlakbij bij John voorbij rijden in Brabant, dan zeg ik, hey John, heb jij nog een reflector van mijn Lambo, jongen? En mijn reflector is kapot aan één kant van mijn Lambo, maar die kun je gewoon uitklikken en nieuw inklikken. Er zit een scheur in, ik zal het zo even laten zien. Dus die ga ik ga John even bellen. Hey John, we zijn in de buurt, kan ik even snel die reflector meehalen? Klik ik hem thuis erop, ja hoor. En dan komen we binnen, staat er een vreemd stel de auto van mijn ouders op te halen. Dus dan denkt mijn moeder waarschijnlijk, oh, die is niet voor mij. En dat stel loopt dan naar mijn ouders en die geven mijn ouders de sleutel. Dat is wat John geregeld heeft als het goed is. Ik weet het niet precies voor de rest. Het wordt gewoon een hele speciale dag. Ik ben heel blij dat ik dit voor mijn ouders kan doen. En daar wil ik jullie ook voor bedanken. Want als jullie niet zouden kijken, zou dat ook allemaal niet mogelijk zijn. Het is mooi dat als je succes bereikt, dat je dat met de mensen om je heen kan delen. Het wordt de eerste auto ooit met navigatie voor mijn ouders. Nou, dat zegt al heel wat. Dat is fantastisch, joh. Airco erin, alles op en eraan. Maar 5000 kilometer gelopen. Nog niet eens 49.000 kilometer. Maar dan gaan jullie allemaal, ik ga jullie straks over van alles vertellen. Nu ga ik even mijn shit pakken en dan ga ik er van tussen, anders dan ben ik veel te laat. Moet je trouwens kijken hoe lang mijn haar wordt. En ik nog een maandje wachten en ik kan zo mijn reet afvegen, zo. Kijk man, je ziet die scheurtje, je weet toch hoe. Oké, let's go. Eigenlijk hoort het heel slecht weer te worden vandaag. De hele dag regen, maar het valt mee. Het is een beetje bewolkt, af en toe zonnetje. We gaan er van tussen. Ik zeg we, geen idee waarom we, want ik ga alleen. En kijk, een bakkie pleur. Oh, moet ik zeggen, een bakkie. Omgebleurd. Ik moet trouwens John nog wel echt credits geven voor het snelle fixen van deze Y. Want hij heeft het al rete druk dat hij dit gedaan heeft. Fucking blij mee. Zoals jullie horen ben ik nog wel een beetje schor.
Ajax PSV gehad en een kickboxwedstrijd. Nou, ik heb natuurlijk mijn long uit mijn lijf gegild. Ajax PSV was ik. 5-0 Ajax. In de arena tussen de Ajax supporters. Dus nou ja, ik zat met me kapot te schreeuwen. Zenuwachtig, schor. Geen slaapgebrek dit keer. Hey, dat niet. Ik heb wel gewoon lekker 8 uur geslapen of zo. Komen ze gelijk naar buiten? Ik geloof het wel, de voordeur gaat open. Maar ik ga wel even Bobo knuffelen. Even snel, gewoon wat kan. Oh, wow, kijk, 2 egels. Oh, dat zijn egels die je wel mag trappen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik heb geen hond voor je om je te begroeten. Niet? Wie is bij Sjors? Oh, mijn vrienden van jullie. Ja. Nou, ik ga Bobo even knuffelen, omdat wij een dagje uit gaan rekenen. En die hond, hoe slim die hond is, hè? Ik had een paar straten verderop geparkeerd. Ik denk, kan ik er nog even uitlaten? En ik denk, even kijken waar ze heen loopt. Dus ik haal haar uit de auto zo. Ik denk, nou, ik volg nou een keer mijn hond in plaats van andersom. En ze loopt zo naar het Sjors huis. Ja? En ze blijft gewoon voor de deur. Maar daar is ze toch pas echt 2 keer geweest of zo? Ja, en helemaal ruiken zo. Ja, maar Bobo is ook gewoon heel slim. En hier moet ik zijn, weet je wel? Bobo is ook gewoon heel slim. Wel zet om lege man te zien zo. Wat is dit? Is dit een pompoen of een Tweede Wereldoorlogbom die opgegraven is? Hey mam. Het is een poliep die je vader verloren heeft. Een poliep? Ja. Dan kun jij even nader uitleggen wat een poliep is voor de mensen die niet weten wat een poliep is. Het is een zogenaamde darmpoliep. Dat is een beetje, als je zeg maar, als er wat achter blijft, dan gaat dat verstenen. dan krijg je een soort, wat je bij een opgraving vindt anders normaal gesproken. Ik hoop dat dit van een olifant is en niet dat het uit je aars komt. Een fossielachtige pompoen. Ik denk dat ik wel mijn achterbak een beetje moet opruimen, mijn achterbank. Nee, doe normaal, joh. Ja, ligt een beetje nog vol van een dagje focus door heel Nederland verstoppen. Oh. Nou, vooruit maar. Ja, moet ik het even niet naar achter gooien dan? Ja, nee, ik ga het naar boven. Oh, als je dorst hebt, zit je goed, denk. Ja. En daar niet. Oké, first location. Wat hadden we als first location? De mooie kathedraal van Den Bosch, toch? Ja. Die heb hier gezeten dan, joh. Die heeft iemand van 3 meter. Mees. Hij moest hem uitrollen. Ik voel me af, hè, Pama. Jullie hebben 1 zoon, dat ben ik dan. Maar als ik een dame had geweest, hoe had ik dan geheten? Donna. Danielle. Donna. Dus Danielle. Zullen we hem duwen, altijd? Danielle. Ja. Nee. Dan moet ik even nadenken. We hadden wel een paar namen, want we wisten Donna. Niet. Donna? Ja. Ja. Dat is te makkelijk. En Donna Guylaine. Donna. Nee, Guylaine. Guylaine. Ja, ben ik even blij dat ik een man ben, hè? Niks naar Guylaine dus, maar... Dat is een prachtige naam, maar het moet wel bij... Je moet het kind zien, want het moet wel bij je passen. Guylaine, dat is echt zo'n naam waar allemaal dingen op kunnen raden waarmee je gepest wordt. En, ik weet nog wel, toen ik jou voor het eerst in mijn armen kreeg, na de geboorte, toen dacht ik ook van, nou, ben ik helder voor de naam Don gekozen, en dit is ook echt een Don. Ja? Ja, ik had daar gelijk het idee bij van, die naam past bij wat ik nu... 5 kilo woont. Maar wat voor naam hadden jullie nog meer van mij dan? Gerald. Toen zei ik tegen je moeder, ja, dat is echt een Suriname naam. Ja, maar ik ben dit was de pest. Ah, doe toch normaal. Doe toch normaal. Hoezo is dat een... Maar ja, dat vonden we ook wel een leuke naam, Gerald. Ja. Nee, die had ik wel kunnen accepteren, ja, Gerald. Gerald. Maar het is wel een hele unieke naam, die hoor ik echt nooit. Gerald. Klinkt een beetje als Jalla. Ik vond Gerald heel leuk. Ja, Don is lekker simpel, hè. Don is gewoon lekker 3 letters. Iedereen snapt het, iedereen kent het. En natuurlijk daarnaast, want op een gegeven moment moet je toch... Ja, je moet toch een keuze maken. Maar we hadden ook al vrij snel besloten van... We willen ook de voornaam geven van allebei je opa's. Dus vandaar dus met doopnamen. Dus daarom dat je Don, je eigen naam heet je Siegfried, mijn vader en Josephus, Joop... Van mijn opa's. Van je allebei je opa's. Maar daarom heet ik Don Siegfried Josephus de Jong. Siegfried. Altijd als ik mijn naam zeg, mensen gaan helemaal stuk op Siegfried. Ja. Echt elke kaaskop gaat stuk. Siegpatat. Hoezo moeten ze daarom lachen dan? Ja, omdat het woord friet erin zit. Oh ja. En Siegfried klinkt zo Duits. Denk ja, vrede door overwinning. Dan Siegfried Josephus de Jong. Maar nou gaan we het anders doen. Wat voor soort ouders had jij je voorgesteld? Hele rare vraag natuurlijk. Daar kan ik heel veel foute grappen op maken die ik me niet kan doen zolang de camera aan staat. Hoe moet ik me nou dat voorstellen? Je bent nu wat ouder. Hoe kijk jij terug? Ja, ik heb echt de perfecte opvoeding gehad op 1 ding na. Ik ben soms bang gemaakt voor heel veel dingen waarvan ik niet terecht vind dat ik daar bang voor ben gemaakt. Voor de rest heb ik echt niks te klagen. Jullie hebben me heel veel gegund, altijd geholpen, alles. Dus eigenlijk echt voor 95% heb ik niks te klagen. Misschien wel meer. Nou, dat is mooi.
En waar heb ik, dat zal wel op mij slaan, waar heb ik je met name bang voor gemaakt? Nou, voor dingen waarvan ik dan in de klas zit, ik kan even geen goed voorbeeld noemen op het moment, misschien komt er zo een naar boven, dat ik met kinderen over dingen praat die zij totaal nog niet begrijpen of over hebben, omdat ik gewoon, ja, kijk, jij werkt in de zorg, dus dan heb je... Angst voor ziektes en aandoeningen en zo. Dat bedoel je eigenlijk. En dan word je bewust gemaakt van dingen of als je, die je als kind eigenlijk misschien nog op een wat latere leeftijd moet pas begrijpen. Ja, maar jij vroeg ook heel gericht naar dingen. Ja, omdat ik altijd gewoon heel geïnteresseerd ben in hoe dingen werken. En dan vond ik het heel moeilijk om dan... Nou, je wil je kind serieus nemen, dat snap ik ook wel weer. Ja. Alleen, dat is gewoon... Maar ja, weet je, je kan ook niks perfect doen, dus mij boeit dat geen ster. Nee, ik snap het wel en... Maar dat was zo'n klein gedeelte, voor de rest is allemaal, ik heb altijd, het was altijd zoete inval bij ons. Ja. Als ik iets wilde, dachten jullie altijd mee, jullie probeerden me altijd serieus te nemen, altijd te helpen. Dus je hoort me echt niet klagen hoor, maar als je je vraagt ernaar, dus dan geef ik wel antwoord. Zeker, nee hoor, maar die verwacht ik ook wel. Maar dat is, dat zal jij later, denk ik, hoop ik, ook wel gaan merken, dat als je zelf kinderen krijgt, dat je brengt daarin, als je je eigen kind gaat opvoeden, ook je eigen opvoeding in mee. En je eigen karakter. En dat heeft soms voordelen, maar heeft soms ook wel eens andere kanten. En weet je, en wat natuurlijk ook... Jij hebt natuurlijk op jonge leeftijd ook een aantal dingen meegemaakt. Hè, zoals met je pacemaker en zo. En, dan word je ook bewust. En dan word je ook bewust. En jij was heel vragerig, heel leergierig. Heel vragerig. Kan je niet, ook al ben je 9, altijd maar zeggen van... maak je maar niet zorgen, het komt goed. Dat ging niet. Heel veel ouders doen dat, hè. Dat hebben wij nooit willen doen. Dat is niet helemaal waar. Want ik heb dat wel... Jij kent nu jezelf ook wel, Don, dat als jij iets wil weten, echt wil weten of je wil echt iets doen, dan ben jij niet vanaf te brengen. Nee, dat klopt. En zo klein als jij was, jij bleef doorvragen. Ja. Maar hoe dan en waarom dan? En dan keek je ons aan. Als ik het doel voor ogen heb, dan gaat het gebeuren ook. Dan hou je het niet meer tegen. Ja, als ik gewoon zei, joh, of ik maakte er wat van, dan zei, is dat echt zo? Is dat echt? Je bleef... Ik wil dingen begrijpen. En als ik iets niet begrijp, ga ik net zo door totdat ik het wel begrijp. Als ik het echt wil weten. Als je een heel onbevangen... Jij was wel heel onbevangen. Maar je was ook al sociaal vooral... Ja, heel gevoelig voor sfeer. Maar je wist het ook heel snel te voelen als het niet helemaal klopte. Dat was bij jou gewoon geen doen. Nee. Ja, daarom. Dan is de opvoeding wel perfect. En je realiseert je dan, ik zei ook heel vaak, maar Don, dat wil je gewoon helemaal nog niet weten. Ja, hoezo niet? Want uiteindelijk zei ik, dat komt wel als je ouder bent. En er kwam ook een moment dat hij gewoon kon googelen als hij iets wilde weten. Ja, ook dat. Kijk, dat is natuurlijk een heel verschil met onze opvoeding. Toen had je dat nog niet. Ja, wij konden... Dat was pas echt toen ik een jaar of 12 was misschien dat je googelen. Hey, wat is dit, jongens? Wat? Kasteel. Daar zit een kasteel. Stil. Trouwens, volgens mij komen wij langs John. Ik vind het heel erg als ik even snel een reflector ophaal voor mijn Lambo. Nee, die ligt er al zo lang en we vergeten hem ook in te zetten. Ja, dat is de laatste keer waar je die ook vergeten inderdaad. Tuurlijk. John, van de reet. Kom maar hier met die reflector. Neem ik die mee, rijden we kasteel gelijk. Kasteel Heeswijk. Rijden we gelijk door, hè? Ja. Even googelen, kasteel Heeswijk. John van der Rijn. Hey John. Nee, ik heb een beetje mijn stem verrot geschreven met Ajax PSV. Hey, ben je toevallig van PSV, oude Brabander, of niet? Wat zeg je nou? Alleen als ik geef hem niks aan voetbal. Je geeft niks aan voetbal? Alleen oranje. Hey John, even snel een vraagje. Kan ik heel snel even langskomen om een reflector op te halen van die Lambo? Anders dan komt er ook niks van. Dat is goed, die ligt klaar. Ja? Oké. Okay. Mooi. Hoe laat ben je dan? Want ik moet zo meteen even weg. Dus even navigatie invoeren. 12:15 denk ik of zo. Ja, dan wacht ik even. Oké, is goed, dan zie ik je zo, hè? Dankjewel. Oké, hoi. Kan jij googlen op dat kasteel, man? We zijn toch in de buurt. Ja, ik heb net gegoogeld, kasteel Heeswijk. Ik was er net in gestopt. Hey Noeroes, kijk, jong. Daar moeten we zeker heen, want jij bent Hees.
Kasteel Heeswijk. Nou, ik heb het liever niet hoor. Ik denk dat ik liever van Heeswijk. John van der Rijt. Wow, mijn stem, jongen. Hij begeeft het met een seconde meer. Ik vind Rambo echt... Gaaf, hè? Heel mooi. Ja, vind je hem mooier dan mijn groene man? Als ik heel eerlijk ben, wel. Vind je niet leuk? Moet toch een exotische kleur op? Ja, deze kleur is... Nee, ik zou altijd toch voor die groene kiezen. Ja, die is... het is niet te vergelijken. Ja, maar dat zeg jij omdat ik je zoon ben. Nee, dat zeg ik omdat dat valt gewoon op. Ja, dat hoort bij zo'n ordinaire Lambral. Ja. Ja. Oké, okay, ik ren heel snel naar binnen. Ja. Zeg ik even hoi en dan plassen en dan kom ik weer terug. Hij is ook wel heel gaaf. Je kan er moeilijk omheen. John van der Rijt! Zijn we klaar? Geen idee. Nee, mooi. Ja. Ze zegt, ik wil gelijk gaan. Hou dat ding dat gelijk gaan. Ja. Ze komt wel hoi zeggen. Ja. Dus we doen net iemand nu de auto overhaalt. We komen precies binnenlopen terwijl... terwijl een auto wordt afgeleverd. Dus ik mag zo meteen mijn reflector ophalen. Ja, hij moet net een auto afleveren. Maar we kunnen wel even kijken daar. Ja, John zegt, kom maar hierheen. Hoi zeggen, zei hij. Hey ma! Hoe heet het, na deze aflevering? Kunnen we even wel bakkie doen? John vroeg of we een bakkie kunnen doen. Ja? Ja? Wat een mooi bakkie, hè? Mooi waar? Voor die mensen die daar staan. En dus familie, zei John. Dus wel cool. Ook leuk voor de vlog, dat precies. Het is raar toch dat we erbij staan, dat is toch raar? Hè? Nee joh, we zijn toch gewoon klanten? Maakt toch niet uit? Hier, ze gaan nu even de auto bekijken. Lekker muziekje, hè? John heeft een gave box, hé, moet je kijken. Met de RS5 logo erop. Maar dat heeft hij sowieso zelf erop gemaakt. Kijk. Hey mam, feliciteer die mensen even, joh. Joh, doe normaal. Doe normaal. Dan heb je mooi John van der Rijt. Nee joh. Ja, zeker. Nou ja, ik zeg... Die zag er niet aankomen, maar af wel. Echt. Weet je wat ze zegt? Ja, pak even snel die reflector en gelijk doorrijden hoor. Ze had echt nul idee. Nul. Hé, maar. Weet je het echt niet door? Nee, echt niet. Als bedankje voor alles. Ik denk dat jullie krap zitten op het moment dat ik neem. Kunnen John en ik wel wat regelen? Oh, hey, je wil niet weten hoe vaak pa gezegd heb. Mam, je wil niet weten hoe vaak pa gezegd heb. Ik word gek van je moeder, want ik moet maar een auto kopen. Ja. Terwijl wij met John bezig waren om dit te regelen. Wow. John, dom. John, dom. John, dom. John, dom. John, heel erg bedankt. Ja, heel erg bedankt weer, hè. Kijk hem dan. Hè? Morgen, Bram. Mam, deze is helemaal voor jou. Ja. Helemaal verprikkeld. Kijk, ze is een mooi bakje, hoor. Kijk eens, ik zit ook mijn tranen in te houden. Hij is mooi, hè? Even kijken gewoon. Ja, dat neemt hij lekker je tijd. Hij is voor jou. Je kan zoveel naar kijken als je wil. Heb jij wat zonder slimme gespeeld? Koud, ja, dat is mooi wel. Oh, John, wat goed, jongen. Ja, man. Ik moest ook zelf even net nadenken hoe ik moest schakelen. Ja, ik zei, we kunnen gewoon goed tijdens de striptijden zo, hè? Ja, dat is goed. Je kunt zo goed acteren, dat is geen probleem, joh. Geef eerst even koffie. Ik heb er net bij komen. Dit is helemaal voor jou, ma. Hé, hey, dit is helemaal voor jou. Kom er even bij, hoor. Ja, ik moet zo huilen. Moet je huilen, ja? Ja, ik moet heel erg huilen. Hoezo dan? Ja, weet niet. Niet doen, want dan moet ik ook huilen. Ik moet echt heel erg huilen. En als ik nu ga huilen, dat klinkt helemaal erg met mijn stem. Mooie auto, hè? Wat een mooi wagentje, zeg. Ruikt lekker? Ja. Had je het echt niet verwacht? Nee, echt niet. Ik zit echt te strijden. Ik had het echt niet verwacht. Pas 2 seconden voordat hij naar me doorloop, dacht ik, wat is die vloggers mij dan? Of die jongen die met die telefoon ook altijd... Dat is voor John. John maakt ook filmpjes. Ja, maar ik dacht wel, hij focust heel erg in nu op mij. Dus toen dacht ik, nee, ja, snap erin, zou ik niet zijn. Moet je eens even feliciteren of zo?
Wat gaaf, joh. Waar zijn die sleutel? Gelopen? Ja, dus... Wat is dit voor auto? Ja. Renault Clio. Hoe werkt dit? Dit is een keyless entry. Ik weet niet eens hoe het werkt. Nou, mama heeft 50.000 kilometer gelopen. Airco, alles elektrisch. Je gaat me niet zo op de vlog zetten, joh, met die ogen. Nou, dan neem ik hem wel weer mee. Nee. Wat erg. Navigatie, start-stop. Vijf versnellingsbakkie, handremmetje erop nog, dus je kan een beetje driften over de verkeertrein als je wil. Oh mijn god. En wat voor motortje zit erin, Don? Is het een benzine of een diesel? Het is een benzine. Ik weet niet hoeveel het is, maar het is ook een speciale uitvoering met... Zullen we even buiten kijken, want ik zie het. Het wordt bijna onwel, hè? Pas je op. Oh god zeg. Ja, goed dit. Echt fantastisch. Ja, ik ben helemaal van de kaart. Heel goed gespeeld ook, van ook hoe iedereen meespeelde. Geniaal. Maar vind je de kleuren ook mooi, mam? Rood? Hartstikke mooi, maar ik moet ermee naar buiten. Ik moet even goed kijken. Ja, fantastisch. Ja, hou je deze wel heel? Ik rijd nooit schade. Ja, ben je het zeker? Ik ben... Bijna, man. Oké, dat is daarom houden. En anders heb John weer een goede klant erbij. Ja, van de leg, joh. Ja, joh. Hij is echt heel mooi. Kijk eens even. Oh, mijn god. Ik wil je spul me doen. Wat mooi. Ik ben helemaal van de kaart. Ik weet niet eens hoe dit werkt. Dit is gewoon keyless entry. Daar kan je gewoon instappen en dan aanzetten. De startknop zit. Geef me eerst maar een kopje koffie. Dan gaan dan gaan we zo even op ons gemakje kijken. Jeetje. Kijk eens even. Dit is het beste zeker, man. De bakje koffie. Ja, daar ben ik aan toe. Ja, ben ik aan toe. Ik kan blijven huilen eigenlijk. Maar John zou je wel de factuur sturen. Ja, hoor. Dan ga je weer huilen. Ja! Ja, dan ga je gezegd huilen. Ja, dan ga je gezegd huilen. Ja. Dan rijd je auto zo terug de showroom in, hè? Maar wat heb je nog moeten doen aan die auto, John? We hebben de kleppendekspakking vernieuwd. Die zweten een beetje. De energiekabel. Nou, dan ben ik ook zo'n klepperpak. Wat de fuck is het? Dat ben ik nu ook. Ja, ik zweet ook een beetje nu namelijk. Die kleppendekspakking. Maar een muziekkabel setje, een nieuwe erop en olieservice heeft hij gehad. Dus dat was eigenlijk nog best wel heel goed. Ja, maar goed, hij is van 17, hè? Hij is 4 jaar oud. 18 toch? Stuur je op app? Ja, maar doen we altijd zo, hè? Nee, 17 toch? Nog 18 dat je stuurde? Ja, boeien. 49 gelopen. Ja. Nou, hij kan ook van 18 zijn, ik weet het niet precies, maar... Hij is helemaal gecheckt. Ja, hij doet gecheckt. Het. Hij heeft 50 gelopen nu. Hij is net over de 49-901. Een speciale LED-uitvoering of zo, toch? Of ik weet ja, je hebt, het oude type en het nieuwe type. Dit is net het nieuwe type weer. Die hebben die LED-lampjes onder de bumper zitten. Die hebben weer iets mooier neusje. Ja, dus, hoor dat, mam? De auto heeft wel een mooi neusje. Je zo niet. Dus we gaan helemaal niet naar Den Bosch, we gaan zo terugrijden. Wat zeg je nou? Ja, nee, we gaan helemaal niet naar Den Bosch. Ja, we gaan ook naar Den Bosch. Ja, gaan we even een bossenbol halen. We gaan wel even een bossenbol En op de terugweg brengen we dan bij John ook een paar bossenbollen. Absoluut. Voor het teamje. Ja, toch? Helemaal top, joh. John, echt bedankt ook. Voor het fixen. Zo snel ook vooral, ondanks de drukte. Dus ik heb John even beloofd dat ik een dikke promo zou doen naar zijn YouTube kanaal. Dat verdient hij wel. Bram zat net ook te filmen voor Cake op de Week. Dat is eigenlijk gewoon Brabant voor Kijk op de Week. Ja, maar ja, als ik denk Cake op de Week, dan moet ik denken aan eten. Maar... Ja, maar cake op de Week, dat weten jullie nog wel. Dat is van Van Koot en de Bie. Geweldig. Van Koot en de Bie, ja, die gast die zijn tenen kaas heeft. Dat zijn geen Brabanders. Oh, dat is Haagenezen toch? Het is een cake, ja, de Cake op de Week. Nee, maar super vet. John doet het altijd. John die filmt ze hele week. En dan maakt hij daar gewoon één hele grote lange video van. Dat is super leuk. Gebeurt natuurlijk van alles. Hier gaat altijd over auto's en nou, soms ook wat dingen thuis. Het is eigenlijk gewoon een soort weekvlog. Van alles, ja. Van alles. Dus zal ik een linkje in de beschrijving zetten. En zij die op de zaak, ja. Ja, alle gekkigheid en van mooie tot dure auto's. En van gekkigheid tot serieuze dingen. Dus zal een linkje in de beschrijving zetten. Kunnen jullie het lekker checken. Ja, en Moffat kijkt altijd. Ja, jij kijkt altijd, pa. Ik vind het leuk. Ja. Die verhalen over... De flush en allemaal dat soort dingen en het vervangen van bepaalde onderdelen. Ja, hij filmt gewoon dat hij zijn drollen wegflusht, hè? Dat filmt hij gewoon niet zo. Al krijgen we heel veel nieuws, denk ik. Ja. Een collectieve grote flusje. Vlog nummer 500, ik krijg hem niet doorgetrokken. Ja, we zijn nu bij 142. Vlog nummer 142. Ja. Dus 142 weken op rij al. Ja. Dat is wel lijp hoor. 142 weken. Ja. Ja, maar ze zijn ook steeds professioneler en leuker geworden, vind ik, jullie vlogs. Ja, ik had er totaal geen kaas van gegeven. Dus op een gegeven moment moet je een beetje wennen hoe het allemaal werkt. Ik weet bij god niet hoe... Nou, zo te zien heb je genoeg kaas gegeten. Nou is klaar, hè? Laat de kaas in mijn brood
Ja, sorry, John. Maar wie edit het van jou dan? Ik zelf. Je edit het ook zelf? Ja, dat kan mezelf. Nou. Wat een strijder die John, hè? Ja, leuk. Zeker even checken waar, dames en heren. Staat hier beneden. Ja, rijd Cake of the Week. Rijd Cake of the Week. En als je John belt, dan zegt hij... John van der Rijn. ik hoor het overal nou, hè? Ja, heb ik het zo erg gemaakt. Ik ook heel vaak, hè? Ja. Gewoon tussendoor. Zijn wij de John van der Rijn. Stop moet je aan het worden. Ja. Ja. Gisteren stopte ik een man hier met twee kinderen in zijn raam open. John van der Rijn. Ja, oh jongens, hou het erin. Ja. Ik heb het gecreëerd, dus hou het erin. Hou het erin. Geniaal. Heerlijk zo'n bakje, ik kan nog geen bakje op. Je hebt best lekkere koffie trouwens. Wow, dankjewel. Goed apparaat. Eindjes aardig. Eindjes aardig. Ik heb je net eens jou dat gegeven, John. Ik wist gewoon dat je zo'n doet. Nee, want ik zei eens, we rijden door, maar toen bleven we zitten. Ik zei, nee, kom, we gaan even John gedag zeggen. Ik zeg, ja, maar jij kan mezelf met die DM door te rijden, je komt ineens naar binnen lopen. Ja, ik bedoelde echt, nee, van, we gaan niet blijven plakken, want... Dat doe je heel snel bij John van der Rijn. Ja. Ik ben hartstikke dol op John, dus ik vind het gewoon een hele lieve, aardige vent. Ga nu wel. Ho, ho, ho. Op die manier krijg je geen Lambo mee hoor, man. Dat zit helemaal goed. Dus ik zei, nee, natuurlijk gaan we even naar binnen gedag zeggen. Kom, natuurlijk doe je dat. Maar je had, pa die kijkt geen auto's. Toen dacht ik eigenlijk, shit, weet je, nou storen we midden in een aflevering. Dat kan gewoon niet. Ja. Daardoor verwacht hij hem echt niet, hè? Nee, ik dacht weer, shit, wat doen we nu? Weet je, ja, ja zij zat kan zelf niet. Al te vragen aan mij van, heb je nou wat gevonden? Want ja, eind van de week moet die modus naar de sloop. Ja, ik zeg, ik zie wel wat, maar dat is allemaal een beetje te duur. Ik kon het autootje van mijn moeder natuurlijk gewoon wel even lenen. Dus ja, ik dacht ook van, natuurlijk, dat kan ook eventjes. Maar ja, het is fijn als je gewoon onafhankelijk bent. Dus het is zulk slecht weer. Nou, je hebt wel een elektrische fiets natuurlijk nu ook, alleen ja, de winter komt eraan, dus dat is helemaal kut als je dan elke keer oma's auto moet lenen, terwijl die moet ook, weet ik veel, ja, naar de wallen of weet ik veel waar ze heen wil. Door de polder echt geen doen, joh. En die motors van haar, die was echt... Je hoort het ook gewoon niet, hè? Helemaal doorgerold aan de onderkant. Remleidingen. 17 jaar oud en ja... Hadden wij afgelopen week... Ja, dus die oude auto 17 jaar oud alweer. Flashback. Het is weer tijd om in de Ferrari te stappen van mijn moeder. Ja, zo ziet mijn moeders oude auto er dus uit, maar die hele onderkant is nu gewoon letterlijk weg. Dus. Ja. Eindoefening. Eindoefening, ja. Die naast de smart. Die staat. Dus hier zit een benzinemotortje in, John, ja. Zei jij? Ja, wat voor blokje ligt erin? Okay. Kijk, die andere die we allemaal gevonden hadden was allemaal 0.9, maar deze is 1.216 klepper. Dus okay. Dat is iets, 1.216 klepper. Ja, dat klinkt als een soort mooi ding voor oud en nieuw. Ja, dat is een 16-klapper. Nee, maar die anderen waren allemaal 0.9, denk je, ja, dat is wel heel weinig. Ja, hoeveel pk heeft dit ding? Weet ik niet, 70 of zo, denk ik. Nou, meer heb je niet nodig, toch maar. Zoiets, schat ik. 1.216. Ik ben niet zo technisch natuurlijk. Nee, dat is wel heel, maar dat draait, dus heel soepel draaiend motortje. Ja, nee, dit is echt een, volgens mij zo'n unbreakable blok, toch? Want dit is toch dat blok wat ook Mercedes gebruikt? Ja, die, ik denk in die combootjes volgens mij, die hebben toch die Citans, dat is ook allemaal met Renault motoren, hè? Ja, die Mercedes hebben allemaal die blokken wat hierin ligt. Ja, dat kan, dat weet ik niet. We hebben niet heel veel ervaring met dit soort motoren. Nee, jij doet meer het grove werk natuurlijk normaal. En dat was ook even het zoeken, ja, ik ben helemaal niet thuis in deze handel. Oh, ja. Nee. Dus dan moet je echt zoeken op een gegeven moment. Oh, verrekt, het nieuwe type. Want het nieuwe type, wat was nou ook alweer? 17, 18 of 16, 17 krijg je weer een typewissel. Op een gegeven moment, zullen we doen? Zullen we dan net een nieuwe type pakken? Ja, we hadden er eerst een gevonden, die werd toen ook weer verkocht. Uiteindelijk een goeie, werd die verkocht. Dan dachten we, nou, nu hebben we een goeie, maar er zat geen airco in. Ja. Dus was dat het weer het probleem. Dus uiteindelijk vonden we deze. Maar deze heb echt alles wat... Zo fijn dat de airco... Nou, de airco. Oh. Ja, je had geen airco in die ander, toch? Nee, echt. Ja, met de ramen open met 35 graden in de... Je zit in overgang, hè? Dus stijf, ja. Krijg je allemaal van die... Serieus? Ja, ook van die flusjes. Maar dit is een zelfregelend, speciaal voor de vrouwen die in de overgang zijn. Ja, helemaal kof. Overgang en airco. Ja, ik vind het En zonder airco kan je niet meer tegenwoordig. Dus jij bent helemaal specifiek op zoek gegaan? Ja. Nou, ik zeg, dat is onze handel niet. Dus, nee, dat snap ik. Ja. Dan moest je iets gaan zoeken. Maar dan moet je. Ik vind het altijd prettig als ik iets koop en een beetje weet hoe het zit. Ja. Wist ik veel wat op het letten. Ja. Natuurlijk wel om de auto zelf, dat is niet zo moeilijk. Maar alleen denk je, dat kun je nou het beste kopen. En dan ga je dus allemaal autobedrijven bellen die dingen aanbieden. En dan moet je daar maar eentje tussenuit zien te vissen. 73 pk. Bom hebben we het opgezocht, 73 pk. Dat is wel grappig, want ik heb best wel veel Nederlandse dealers gebeld ook. En veel krijg je. Kom je zo niet door.
Dus dan ben je bellen en dan riemelt hij maar uit. Dat sommige pakken ze op, een momentje, en dan sta je weet niet hoe lang in de wacht. Echt waar? En niemand hebt, en dan wordt hij weer opgegooid. Ik denk, jezus man, wat zit er aan de hand? Ja, ik bel zelf nooit naar een dealer toe voor een auto natuurlijk. Nu was het makkelijkste, want ik had op een gegeven moment die één had ik in Duitsland gevonden. Een Duitse Renault dealer. En denk, ja, dat is ook wel makkelijk. Maar daar werkt dat ook anders. Maar dan ga je die Nederlandse dealers bellen en dat is toch anders dan. Ja, en zo hebben we er toch uitgekomen. Ja. En anders niks. Nou, super bedankt voor alle tijd die daar dan in gestoken is. Dat, heel graag gedaan. Zo blij mee. Ja, leuk ding. Hè? Ja, deze gaat echt wel lang mee ook, denk ik, als je er zuinig op bent. Een mooi sportief modelletje. Ja. Ja, hij ziet er ook nog best wel leuk uit inderdaad. Goed wendbaar. Ik moet ook best wel kort inparkeren, zeg maar, in de wijk waar ik werk. Bandjes zijn bij een nieuwe steeds trouwens. Steeds handiger in trouwens. Echt bandjes zijn denk ik nog 80-90%. Ja, maar goed, die lagen al op. Ja, dat is allemaal perfect. Dan moet je er nog even mee vooruit kunnen gaan. Ja. Ja. Helemaal top, maar. Ik zal ook even kijken dat je van 17 of 18 is. Want ik weet eigenlijk als ik eerlijk ben niet meer. Nee, 17 of 18 maakt wel vaak uit, hoor. Ja. Ik zou zeggen voor de wetgever. Voor de wetgever. Dan zal ik even checken. Ja. Oh, 17. Heb hem al gecheckt. Ja, nou, mama, moet je nog een jaartje wachten en dan mag je erin rijden. Nou, niet alleen mama, ook pa zal er natuurlijk veel in rijden. Maar die had ik het wel verteld, maar die wist dus niet wat voor auto het was. Dus dat is ook leuk. Hey John, heb jij een optielijst van men? Die heb ik al, ja. Ja? Dit is ook uniek, hè? Zo'n bovenhendel. Echt veel ruimte ook, hoor. Mooie stoeltjes. Mooi. Maar wat zijn de opties dan, John? Elektrische ramen. Ja. Hij heeft... Bas reflex. Ja, bas reflex, maar dus je kan... Hieronder komt dan die bas uit. Je kan helemaal flexen hier zo. Over de spiekertjes. Wat leuk! Een spiegelpakketje heeft hij. Ja, hij heeft gewoon bluetooth en man mee, voor het eerst ook. Stuurwiel. Hier heb je die radiobediening, die satellietbediening. Oh, dat is wel cool, hè? Kijk het volume. Een garage met touchscreen. Wauw, wat mooi. Is denk ik wel een beetje. Ja, hij ruikt ook lekker, hè? Klimcontrol. Nee, dat is John. Ja, dat ben ik. Ja, ik wist dat hij hem ging maken. Blijf er maar in zitten dan. We nemen je mee. Ja. En dat is denk ik wel een beetje. En dan die wieldoppen die op velgen lijken. Ja. Huh? Dit zijn geen echte velgen. Het is gewoon kunststof. Ja. Ik zeg net tegen hem, wat meen mooi. Dat? Ja. Ja, dat doen die Fransen goed. Dat doen ze heel goed. Dat lijken wel vellen. Goed, dat lijkt gewoon echt. Zijn gewoon doppen. Echt lijkt metalen vellen. En als je hem beschadigt, kun je een ander dopje erop doen. Ja, kun je een ander dopje erop doen. Ja. Heb je het ook wel eens als je doppen schadigt dat je een ander dop doet? Ja, ander dop erop kan ik afschroeven. Ja. Nee, ik heb beter uit je doppen kijken. Ja. Dan heb je nergens last van, nee. Kijk maar, hier zo bedien je dus je volume omhoog en omlaag. Zie je dat? Met je vingers. Ik moet licht hebben. Ik ben gewoon half blind nu. Sfeertje. Maar je hebt toch best veel licht hier? Ik zie dat niet. Die bril. Ja, kijk, zeg het nog eens, Dom. Hier, dit is het volume, dit. Top. Sportief ook, hè? Nou, vind je hem sportief? Ja, zeker. Echt onwijs mooi. Kijk, hier zit je start-stopknop, zie je dat? Ja. En hier zit je airco-bediening. Mooi. Allemaal. Nou, luchtregulatie en dit is dan je... En hier moet ik... Dit weet ik natuurlijk ook. Kijk even. Ja, staat mooi. Startscreen ook. Zo handig, dit. Veilig en altijd aan de verkeersregels, hè? Als je naar het scherm kijkt terwijl je het voertuig bestuurt, kan dit leiden tot een ernstig ongeval. Nee. Nou, akkoord. Akkoord. Hé, hey, maar wat denk je hiervan dan? Cruise control. Echt? Dat is lekker. Vooral als Pa hem een keer pakt, want die moet lange stukken naar werk. En die mag hem lekker niet pakken. Nee, ja, die pakt jou wel, denk ik. Ja, laten we daar maar mee beginnen. Ja, alleen nog lange stukken dan. Zie je de cruise control mama aan, of niet? Ja, de bank kan plat, hè? Dus ouderwets. Die bank kan plat, dus ouderwets. Is dat ook vroeger? Gewoon in de auto. Ben ik jullie oude polo ontstaan, of waar ben ik gekweekt dan? Nee hoor, schat. Nou, waar niet? Waar niet? Ja, dat was je buurvrouw, hè, die je de rol speelde van ophalen. Ja, echt superleuk. Kijk, dit is een motortje. Kijk eens even. Die gaat jou van A naar B brengen, man. John, wat is zo'n rond ding bij die kleine motors? Zo'n ronde... Wat? Zo'n rond ding. Dit is van de remmen. Het is een rembekrachting. Oh, het is een rembekrachting. Ja. Oké. Okay. Die ga je vaker moeten gebruiken. En die klepperdekspakking zit tussen die pleske deksel hier en hier de cilinderkop. En die ging nooit dus met deze lens. Heel die inlaat is eraf geweest. Ja. Jeetje. Alleen om zo'n onderdeel te vervangen. Ja. Ja, het is wel... En deze kou is dan een nieuwe. Ja, en dit is dan die... Die LED-verlichtingstrips die op een nieuwe modellen zitten. Ja, en hij is, de lak is ook nog goed, hè? Lijkt niet of die 100 keer door een wasstraat is gegaan. Dat is een goede lak. Ja. We hebben de auto nog helemaal gepolijst, hè? Oh, je hebt hem ook gepolijst. Dat is mooi. Ja. Super, hè?
Nou, Maas zit even te pissen of te scheiden. Ik weet niet wat ze aan het doen is. Ze naar het toilet. En John rijdt even de wagen naar buiten. Gaat hij niet naar buiten dan, John? Wat gebeurt er dan? Oh, je moet filmen. Ja, ja, kijk op de week natuurlijk. Ja, op de bossies, hè. Zulke goede bossies heeft John hier. Kijk dan. Vervelen heel erg, die bossies. Kijk. Het is een soort Bordeaux-roodachtig. Oh, ben ik blij voor mijn moeder. Jullie ook echt heel erg bedankt, toppers, voor het altijd kijken. Anders zou het nooit kunnen, natuurlijk. Dat zal mijn moeder hier veel plezier van gaan hebben. En hoe vind jij hem in het buitenlicht, mag? Fantastisch. Heel mooi. Super. Ja, dat is heel mooi, hè. Kijk, die is ook mooi, hè, Jo. Kijk eens even. Ja. Kun je je Viagra aan verstoppen, ma? Ik denk dat John de sleutels nog heeft. Die heeft hem net buiten gezet. Ja, John hebt de sleutels. Ja. Oh, maar dat maakt niet uit. Maar kijk. Klein rondje rijden, toch? Even, of niet? Ja, ik weet niet of dat mag. Nee, mag niet. Nee, qua verzekering. Nee, dat moeten we niet. Plak die paar groene platen erop, dan kun je gewoon gaan. Hey, en USB's, je kan eindelijk ook een keer je telefoon in de auto opladen. Zie je hier vast met het licht. Dus je gaat echt vanuit het stenen tijdperk naar een moderne. Ja, ik moet het helemaal leren. Ik vind het zo onwijs gaaf. Ik vind het zo. Nou, ik ben nou, jij verdient hem en pa ook, dus je John had de sleutels achter je, man. Echt? Ja. Kijk eens, die zal ik hem op de week aanhangen. We sell emotions. Nou, dat kan wel kloppen, hè? Het is wel gelukt vandaag. Ja. Zeker gelukt. Ik vind het zo leuk, John, wat we dit gedaan hebben. Ja, en dat vind ik dus ook. Ja, maar de reacties op gang. Ik heb echt gevoel bij hem, heb ik net al gezegd. Ja. Ja, nou, pas op, ik voel concurrentie. Nee. Jawel. Dat zit gewoon. Ik ook hoor bij John zijn vrouw. Een keer ruilen kan je kwaad, hè? Van ruilen komt huilen, ja, zei mijn moeder altijd. Nee, maar weet je. Echt. Hoe ouder, hoe gekker, hè? Ja. Nee, maar ja, soms kom je mensen tegen dat je weet. Dat zit goed, dat of niet dan? Dat zit gewoon goed. Als ik 3 jaar dagelijks vlog. Dan vier keer feestje en dan komt John ook met het hele gezin en jullie ook. Dan gaan we met z'n allen naar de ratten. Gaan met z'n allen naar de ratten, dus vergeet niet te abonneren om dat te zien. Oké, maar leg me dit eventjes uit. Hier zit de startknop. Ja, je kan hem gewoon neerleggen waar je wil. Nee. Hij moet in die gleuf naast de startknop. Juist. Oh. Maar waar begin ik eerst mee? Ja. In de gleuf. In de gleuf. In het gleufie. Dan kun je ook weer soms. En dan start. Maar John, ik kan nu niet een stukje rijden, want ik heb geen groene plaat. Oké, voetkoppeling in? Nee, dat hoeft niet. Hij staat in zijn vrij. Ja, daar moet je op kunnen vertrouwen, op meteen. Ja, ik zeg niks. Reffen, bro! Deze ook, toch? Airco. Hier, dit is de airco. Hey, hij is nog best wel groot. Op foto's leek hij veel kleiner. Hij is hartstikke groot, joh. En achterin ook. Moet kijken. Wat een lekkere stoelen. Ja, hij zit heel goed. Nee. Het is met een sportieve uitvoeringsstoel, hè, man. Ja. Ik zei het toch, het is een hele sportieve auto. Dat zei ik net. Maar hij zit echt geniaal. Ik ben er ook een beetje stil van, om eerlijk te zijn. Ik ben een beetje. Jij hebt hem ook nog niet zelf gezien. Nee. Ja, echt. Hoe goed echt werkt die touchscreen? Oh, die werkt goed trouwens. Snel. Dat is hard nou. Gigi. Zelfs spraakbediening, hè, man. Spraakbediening? Ja, hier, kijk. Ja, wat moet ik doen dan? Voor wat? Nou, dan kun je eigenlijk tegen iemand praten die naar je luistert. Die gelijk doet wat je zegt. Nee, maar dat is voor de navigatie. Ook? Druk maar eens in. Kijk of hij het al doet. Geen apparaat gevonden. Oh, dat is waarschijnlijk spraakbediening via je telefoon dan. Oké, wat leuk. Daar ga ik helemaal uitzoeken. Dit is de volumeknop. Maar dit werkt allemaal super, joh. Hier airco kun je aan en uitzetten. En, Het is toch niet te geloven, dit? Wat is dit? Dit is de choker? Nee, dat is voor sigaretten. Ja? Of de choker, hoe noem ik dat? Nee? Weet ik niet. Maar ja, laten we het gewoon over gaan zetten. Nee, 2 bekerhouders. Ja. 3 zelfs, ook voor achterin. Ja, inderdaad. Maar een klein stukje rijden. Schakelen. Nee, dat ga ik echt niet doen. Nee, dat risico ga ik niet nemen. Oké. Snap ik. Dat zou zo vreselijk zijn. Ik ben ook nog een beetje van de leg. Ja. Nou, als papa moet terugrijden, of ik moet het zeggen hoor. Dan als je zo erg van de leg bent. Ja, dat kijken we zo nog wel eventjes. Maar eigenlijk wilde ik dit veel eerder doen. Ik was er al met John mee bezig. Ja. Maar wij waren gewoon rustig aan het oriënteren. Zoals John al zei, het is niet zijn markt waar hij in thuis is. En ik zei, joh, het heb geen haast. Ze hebben allebei nog een auto. Kijk maar wanneer je tijd hebt, John. Ik zou het leuk vinden om met jou te doen. Totdat ik met pa zat te bellen, heel lang. En toen zei hij tijdens het gesprek, oh ja, maar de auto is afgekeurd. Je moet binnen 3 weken naar de sloop. Toen zei ik, John rijdt, we moeten nu actie ondernemen. En John was daar ook toegankelijk. Of die vond dat prima.
Dus zo hebben we samen heel snel geschakeld. Heel veel zitten appen. Hij stuurde constant linkjes. Ik heb deze gevonden. Ik heb dit gevonden. Oh, en dan lukt het weer niet. Dus ja, het is wel heel leuk. Het komt natuurlijk niet alleen van mij. Nee, dus, nee, John hebt er zeker heel veel moeite voor gedaan. John heeft mij gewoon een hele mooie, goede korting gegeven. Maar ik vind het ook heel leuk dat het via John is. Ook omdat we elkaar al een tijdje kennen. En ik vertrouw hem helemaal. En ja, dat vind ik. Ja. Ik vind het allemaal geweldig. Ik heb er geen woorden voor. Echt zo leuk. Ik ben zo verrast. Hij had het niet hoeven doen, hè, John? Maar ja, hij doet het ook. Hij heeft deze auto gegeven in een... In een ruil voor een goede korting en shout-out naar John. In ruil voor een goede korting. Ja. Okay, ja. Echt geweldig. Maar joh, als het niet met John gelukt had, had ik het ook gedaan. Dan had ik het zelf gedaan. Maar ik vond het wel heel leuk om met John te doen. En ik wilde het toch wel doen. En dat de verrassing ook zo goed gelukt is. Ja, ik dacht echt, dat gaat niet worden. Gaat het niet worden. Vooral met die badkamer toen had je het echte vermoeden. Toen zat je het half goed te raden en zo. En, ja, maar dat was gaandeweg. Ja, en nu dat had was je. Tot die dag zelf. Tot op een moment zelf, totdat je de sleutels gaf, had je het niet door. Nee, hij pas toen ik kreeg net een beetje. Hoe heet die knul nou? Papieren. Ja. Nee, sorry, die heb ik niet. Mag ik even jouw rijbewijs? Nee, sorry, geen identiteitsdienst. Nou, het is goed dat ik mijn portemonnee heb meegenomen dan. Ja, die heb je toch altijd bij je shit? Helemaal niet, want ik heb Apple Pay, dus... Oh, maar het verhaal stopt hier gewoon. Sorry. Ga jij zitten dan, pa? Maar jij gaat er ook in voor een rij. Oh. Gelijk druk. Ja, netjes op naam zetten. Jongens, wat is dit fantastisch geslaagd, zeg. Ik voel de hele tijd alsof ik tegen het handje zit van janken. Alsof ik ga knakken gewoon. Ken je dat? Dat je dan door je ledemaat helemaal zo'n gevoel voelt. Zo'n soort... kietelgevoel dat je moet gaan huilen. Dat hele rare gevoel, dat heb ik een beetje de hele tijd. Hey ma, we hebben een vergissing gemaakt. Deze voor jou. Ja, die vond het zo leuk hoor. Die performante die John en ik hebben gehaald, die wordt vandaag afgeleverd. Oh cool, zijn moeder bent nu te praten met de eigenaar. Super dik. Nu was pijn denk ik bij John dat hij weggaat. Nou, ik stond net even met die man te praten. Ik zeg gefeliciteerd met een geweldige Lamborghini. Hij heeft er al een paar in het verleden gehad. Maar ik zei, ik hoop dat dit qua rijbeleving je favoriet wordt. Want zo'n goede auto. Leuke gasten en, die ze komen ophalen. Die Lambo komen halen. Dat die er heel veel plezier van mag hebben. Net als mijn ma met zijn auto. Ze hebben ook deze BMW M5 mee. Kijk wat een beuk race. En een diffuser onder. Fucking dik. Ik had eigenlijk wel verwacht dat jij die Clio zou houden, John. Waarom? Nou, past bij jou zo'n Renault Clio Torres. Die wil er halen. Je moeder wil je niet meer geassocieerd worden. Ja, van wie denk je dat ik het heb, al die grove humor? Van je vader. Ja, niet van mijn moeder. Maar ja, zij valt erop blijkbaar. Ja, ze vindt het wel leuk. Ja. Het belangrijkste. Ja, hey, maar ik hoor ik nou dat... We hebben samen toen die performante natuurlijk gehaald. Ja. Maar er komt er nog een aan, zeggen je collega's net. Ja. Een gele. Een gele, kanariegeel. Kanariegeel. Ja. Weet je dat ik eigenlijk... Ik heb natuurlijk een groen, ik wilde eigenlijk een gele. Echt waar? De hoeveel kilometer staat erop? Rijden we hem om? Hoeveel heb jij ook? 32.000 kilometer, ongeveer hetzelfde ben je nu. Ja, ja, maar ja, ik heb dat zelf erop gezet. Bucketseats, ook weer. Maar ja, ik zit te kut, ik wil hem niet meer. Ik ben te gehecht aan mijn groene kikker. Maar die ga ik donderdag ophalen. Is zelf verkocht ook? Nee. Voorraad? Ja. Beste raad is voorraad, hè? En anders niks. Ik hoorde hem bekend. En je hebt nu weer een blij klant. Time for the party! Hey, is dit de eerste keer dat jullie een auto hebben met cruise control? Zo ben jij als pa, super joh. Zo blij voor jullie. Ik zag net mijn ouders, zag ik naar elkaar toe lopen. En dan knuffelen ze elkaar. Dat emotioneert me wel echt, want weet je, die hebben niet hoeveel ik verdien, niet om mee op te scheppen, maar dat staat natuurlijk zo ver af van mijn ouders. En ik ben altijd opgevoed met dat we gewoon niet heel veel hadden, genoeg om dingen te doen. En één keer per jaar op vakantie te gaan, als er echt wat was, dan kon er wel wat van de spaarrekening af. Maar ik knuffel ze elkaar net en hoor ik mijn moeder zeggen tegen mijn pa van ja, dit is zo fijn, want we moeten nog dit en dat betalen en dat kon anders niet. En moesten we, weet je, ja, het breekt mijn hart op een positieve manier soort van. Emoties. Nou, die performante moest eruit, dus John heb hem even hier gezet. Jij gaat het filmen. Wat? Oh, je ging paren, ja. Is goed. Even omwisselen. Vindt ze eng hoor. Ze is bang omdat ze zo emotioneel is dat ze gelijk er een paal aan rijdt. Nee, ik kan hier beginnen. Oké, Ellen. Ik ben benieuwd. Ze hebben nog helemaal niet in gereden, want John heb hem net hier geparkeerd. Dit zijn echt de allereerste meters. Ja, kijk, daar gaat het rode monster. Ik ben benieuwd of ze mijn naam gaat geven. Haha. Ja, John kan nog Acra leveren, man. Als je wil.
Daar gaat ze. Ponk. Ja, ze laat er niet uitvallen, dat is goed. Nou, daar gaan we hoor. Achter elkaar aan. Nog even snel tanken en dan gaan we toch even die bossenbol halen. Want daar had mijn moeder toch wel erg trek in. Kijk eens even daarboven. Kijk. Als het goed is gaat mijn flitsmeister af, of niet dan, hè? Niet, bro. Maar daar staat toch echt een flitser? Hoi! Ja! Flitser bij 117.4. Daar heb je hem. Ging veel te laat af. Want ik zit daar bij 117.6. Oh, hij telt af. Huh? Maar daarbovenop stond... Huh? Hier. 117.4. Dat is hier. Staat hier niks. Dus even plaats. Flitsmeister werkt soms goed en soms denk ik echt van, hé? Maar het deed me alsnog gesaved, want ik reed 115 of zo. Dat is toch een boete van 100 euro, denk ik. Per kilometer een tientje. Nou, volgens mij zijn die twee helemaal aan het genieten, want ik zie de hele tijd handgebaren heen en weer gaan door de achteruit. Volgens mij bevalt het ze prima. Dan zit mijn moeder te kloten met de telefoon, denk ik. Voor de Bluetooth. Bah. Ja. Staan ze hoor. Een of andere uitkijktoren. Zo bevallen de eerste paar meters. Ja, geweldig. Super. Heerlijk. Hij rijdt zo comfortabel. Heerlijk. Hij zit super. Ja, geweldig. En hij schakelt als een mes door heet boter. Kijk. We zitten even te kijken waar we heen moeten. Want... Oh, waar we heen moeten, ja. Want daar kon je parkeren voor het kasteel, maar dan moest je te voet verder een heel stuk lopen. Want we kunnen ook een beetje zo eromheen rijden en dan komen we er wel bij met de auto. Van de route volgen, wat ik al zei. Jij twijfelt er maar steeds aan. Ja, we reden net op de heenweg op deze weg. Toen zat natuurlijk dat kasteel Heeswijk. We willen toch nog even gluren. Kijk eens, wat een prachtige wagens, jongen. Een Duitser en een Franser bij elkaar. En zoals je op de achtergrond ziet, een muur. Want hierachter rust het kasteel Heeswijk, toch? En ik denk, want wij willen hier even dan lunchen. We zitten net te twijfelen, gaan we nou naar Hertogenbosch voor de Bossenbol? Of gaan we hier wat doen? Of ze zijn helemaal overprikkeld. Maar ik denk dat ze hier zo een test hebben. Zie je dat? Ja. Je kan ook lunchen in dit kasteel. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Ja, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Focus is goedgekeurd. Ja, dat klopt, ja. Ze zijn ook een keer bij ons langs geweest bij Focus Drink. Om alles helemaal door te lichten. En wij zijn door de goedkeuring gekomen. Dus er waren een paar kleine dingetjes, maar die waren makkelijk te verhelpen. Dus de algemene keuring was goed. Maar dat zullen ze hier misschien ook wel doen dan. Ik weet het niet. In 1080 is het eigenlijk gebouwd. Maar er was eerst een voorloper eigenlijk gebouwd, noemen ze dat. Een burcht. En later is het kasteel echt gebouwd. Zelfs Napoleon heeft het ooit ingenomen en heeft het als hoofdkwartier gebruikt in Nederland. Dat is wel heel interessant. En het is in 2005 helemaal gerestaureerd. Dus daarom ziet het er nog best wel goed uit. En het valt onder een stichting, Kasteel Heeswijk Stichting. Wel een paar mooie zwammen, hé. Dat heb ik tussen mijn aars als ik hem een week niet was, zoiets. Zo klein. Kijk eens, zo klein. Zijn ze wit, hè? Dit lijkt een beetje mijn piemeltje, dit. Nee, ik ben er echt 12 af en toe. Hé, ze hebben door de honderden jaren heen hebben ze dit vaak proberen in te nemen, maar het is er nooit gelukt, hè? Pas sinds 1629 heeft een prins dit pas kunnen overnemen. Zo goed is dit kasteel, zit het in elkaar. Kwamen er gewoon niet door. Het lukte ze gewoon niet om over te nemen. Of om over de muren te komen. Of de aanval te voltooien, om het zo te zeggen. Kijk, daar heb je de brug. Gaaf, man. Moet kijken. En een kanon hangt er nog uit. Ja. Kanon, hè? Ah, volgens mij is het geen kanon, hoor. Het is anders. Een soort ornament of zo. Back to the middeleeuwen, jongen. Ga ik zo goed op. Altijd bij school krijg je van die filmpjes op je weet zo'n bord ook weer. Digibord? Krijg helemaal van die filmpjes over de middeleeuwen. Moet ik altijd hier aan denken. Volgens mij was deze ook letterlijk bij een van die afleveringen. Rond 1600 slaagde prins Maurits tot twee keer toe niet om dit kasteel in te nemen. Maar toen was zijn halfbroer Frederik Hendrik en die slaagde daar wel in 1629. Toen die halfbroer dus in 1629 eenmaal had ingenomen, toen heeft hij hier een vestiging gemaakt, soldaten neergezet, zodat hij Hertogenbosch kon belegeren. Dus vanuit hier gingen de soldaten naar Hertogenbosch om dat te beschermen. Ontzettend mooi, zeg, ook met die leeuwen. Kijk even, ze heeft mijn helderheid wat omhoog draaien zo. Kan op mijn camera. We zien het net even wat beter. Hoe bouwen ze zoiets in die tijd? Hi! Hoi Don. Zwarte zwanen gezien. Zwarte zwanen, waar? Oh ja. Hier, kijk, zwarte zwanen. Super zeldzaam. Maar niet helemaal zwart, een beetje wit. Zijn er twee, zit er achter nog eentje. Ze hebben een ringetje om en ik zie hier overal hekken. Dus ik denk dat ze er niet uit kunnen, zie je dat? Die horen denk ik in de grachten. Oh, wat komt dit op je af, zeg? Nou, dit kunnen we al nog even gebruiken. Lekker. Oh, leeuw 1. Leeuw 2. Oh. Hoe vet is het als je hier ridders ziet lopen en zo. En mensen met zwaarden die elkaar doodsteken en doodbloeden. Dat is genoeg gebeurd hier, denk ik, als er zoveel gevochten is. Ja, maar hoe godsnaam moet je hier, hoe moet je dit innemen, joh? Als je die poort dichtgooit en je moet touwen omhoog gooien hier met een haakje om omhoog te klimmen. Er staan hier mensen met pijlenbogen en zwaarden je handen eraf te hakken en je eraf te schieten. Hier is een ding voor de guillotine. Ja. Dat is toch een Franse uitvinding, pap?
Door wie is dat ook weer uitgevonden? Meneer Guillotine. Dat dacht ik al, ja. Nee, dit is geen guillotine. Een guillotine is met een vallend mes. Ja, klopt, maar dit staat toch onder een guillotine? Nee. Ja, om je, dat klopt. Om je hoofd vast te houden in je handen. Dit is wat ze noemen een schavot. Een schavot. Dan ga je in zo en dan... Ja, ga er even in. Hier, doe ik hem omhoog. Ga je er even in. Zo, en nu is het tijd voor een rimjob. Ben je klaar? Nou, pap. Zal ik je weer even helpen? Je schouder. Je schouder, ja. Nee, maar de bedoeling was dat mensen die zeg maar iets hadden gestolen of wat ook, kregen dit als straf. Moesten ze gewoon een paar dagen hierin blijven en dan alle burgers die langsliepen, die mochten er dan rotte tomaten tegenaan gooien of andere narigheid. Dat is echt pure vernedering, dit ding. Ja, puur vernederd en te schande gezet. Een soort schandpaal. Dat is echt een schandpaal, ja. Kijk, wat een kleurrijke tegeltjes. Nou, ik kan wel zien dat het gerestaureerd is. Alles is zo netjes. Hoe goed in kwaliteit al die tegeltjes zijn en zo. En dit is een soort... Ik weet niet wat dit is. Nou, wat ik wel raar vind is dat ze een tv hadden in de middeleeuwen. Maar misschien was het toen al iets verder in de tijd dan ik dacht. En een minikanon. Kijk, oude kanonskogels. En vrienden slingerblijden. Zo'n ding, weet je wel. Misschien zijn hier wel mensen gewoon mee geraakt. Of nog erger gedood. Het is gewoon echt geschiedenis. En hier liggen nog wat meer kanonskogels, hè? Kijk dit dan nog. Hoe cool is dit? Knotsen. Zo'n knots. Vuurwapens. Nee, nog meer. Een soort mini-guillotine. Ja. Of kruisbogen. Schavot, ja. Kruisbogen. Moet je kijken hoe je die aanspant. Hey, met zo'n... Ja, een soort trappers als wat op een fiets zit. Ja. Kijk hoe gaaf. Kom dus. Dus in het kasteel dit. Ik vind het meest bijzonder hoe je kunt. Harnassen. Zal het zwaar geweest zijn om te dragen, hè? Ja. Vooral dit. Maar ja, dit hield natuurlijk zwaardslagen tegen. Ik kwam je tenminste niet door je huid heen. Schild. Helm. Zo interessant het allemaal. En voor de geschiedenisnerds onder ons, dit stukje moet je even dan op pauze zetten en lezen. Want ik vind dit zo interessant. We hadden nog bijna een kolonie van Frankrijk kunnen zijn. En gedeeltelijk ook van Engeland. Je hoort het ook echt lekker galmen. Bye! Hoi! Bye! Goeie genade. Goeie genade, inderdaad. Dat is klavier. Groot. Met wie is je zou je wel helemaal verrot stoken, alles is enkel glas. Ik denk dat Eneco is blij met deze klant, denk ik, dit kasteel. Is nog best een soort... Allemaal gangetjes en paadjes hier, hè? Je kan hier echt verdwalen, zeg. Ja. Hey, maar... Kijk dit dan, joh. Allemaal van die oud-Hollandse tegels. Moet je dit eens zien, want dit kamertje, dat is alleen maar om toezicht te houden door het raam op de kinderkamer. Dan zat je als moeder, zat je dus hier naar beneden echt te kijken. Ja, dat leest mama net voor. Ruik je dit trouwens of niet? Wat is dat? Ik heb een scheet gelaten. Misschien ruik je deze. Ah, je hoort hem niet. Ik geloof nooit dat dat goed is voor dat oude kasteel dit. Ja. En dit is dan die kinderkamer. Dit, hè. En daar is dan dat... Dat raampie. En hier is vast heel veel magie gebeurd. In dit mooie bed. Wat een oudheden. Hé mam, wat een oude. Oh, jij ziet een paar dat niet aan zitten. Dat mag niet zomaar in een partiet zitten. Ik maak geen grapje dat ik op het moment fucking nodig moet poepen. Dit zou perfect zijn. Alleen zo te zien is die niet meer in gebruik. Even kijken. Nee, hij is niet meer in gebruik. Ik denk dat dit een soort suite was. Kijk hoe klein dat matras is, joh. Hoe klein die... bedden waren. Hier staat iets in het Latijn. Heel mooi plafond. Heel mooi gedecoreerd, gewoon zo'n kamer. Dit is wel heel vet om allemaal te zien. Ik ga wel de auto pakken en ik ga naar huis. Ik moet editen. Het zijn veel beelden. Veel gigabyte, dus daar moet ik even goed voor gaan zitten. En ik moet heel nodig poepen. Maar deze rondleiding is ook voorbij. Oh, nou dat is helemaal top dan. Ja, ik heb niet alles gefilmd. Het is zo mega. Maar bijvoorbeeld, je hebt ook nog een hele bijzondere Chinese kamer. Maar dan zouden jullie er zelf even heen moeten gaan. Is niet sponsor of zo. Mocht het zo overkomen. Zou ik willen. Maar dat is wel heel vet. Dat is wel leuk om hier langs te gaan. Gaan jullie nog door naar Den Bosch? Hertogenbosch? Nee, dan kom je ook misschien in de file. Ja. Maar gaan we er even over nadenken. Oké. Okay. Nou, jullie hebben in ieder geval een mooie auto om mee te rijden. Ja, precies. Dus ik ga lekker naar huis. We kunnen eigenlijk graag naar huis doen. Hartstikke geweldig. Helemaal super. Ja. Ik ga maar eens even knuffelen. Dan ga ik vandoor. Hé, hey, maar weet je helemaal hoe zo deze auto magisch is? Renault 11. Ja, het is de magische 11. Nou, veilige kilometers. Ja, dankjewel Don. Don. Groeten. Gaat lukken. Tja. En anders niks. Echt geweldig. Nu ik er zo aan kom lopen ook, denk ik, nou, wat een mooi auto. Ja, het is een prachtige auto. Nou, geniet ervan. Ik spreek jullie snel weer, ja? Ja.
Ja. Ik loop trouwens naar die kant, terwijl mijn stuur zit aan deze kant. Dus dat is mooi. Later. Geslagen. Dat is het enige wat ik kan zeggen. Oh, ik ben kapot. Ik weet niet waarom. Ik ben kapot. Veel prikkels. En zoveel emoties. Ik had eigenlijk wel moeten janken, dan kunnen de emoties eruit. Maar ik stel al vaak genoeg jankt op het internet. Voor positieve dingen of negatieve dingen, dat maakt allemaal niet uit. Nou, daar gaan ze hoor. De toppers. Helemaal blij samen. En dat is wat je wil zien. Oh ja, mijn contact staat eruit. Duimpies, dag. Ik hou zo van die mensen. Nou, ik ga lekker naar huis. Ga ik editen. Oh, wat voelt het lekker. Een vlog edit van 45 minuten bijna. 44 minuten nog wat, geloof ik. Bijna drie kwartier gewoon Ajax versus PSV. En dat is niet het enige leuke. Dit is ook wel leuk. Vooral lekker, denk ik. Ik heb helemaal een vegan maaltijd gemaakt. Veganistische kipsnietsels. Die zijn echt tante lekker. Worteltjes, avocado, courgette, spinazie. Ja, we moeten gewoon even die healthy ding doen. Mijn stem moet even recoveren. Ik ga morgen nog wel even voor de zekerheid een extra testje doen. Ik had gisteren een test gedaan, was negatief. Maar je weet het niet met incubatietijd. Dus ga ik morgen voor de zekerheid weer even doen. Het is niet dat ik me ziek begin te voelen. Maar ik heb wel echt last van mijn keel. Het is zo schor dat ik denk van misschien zit er iets op te komen. Ik weet het niet. Gewoon voor de zekerheid. Maar dat is morgen. In ieder geval, we zijn even flink verder in de tijd. Even nog zitten appen met mijn ouders. Ik ga nu lekker chappen voordat het koud wordt. En ik denk gewoon even lekker dit ga kijken. Wat is dit? Geen idee. Ik ga iets op Netflix opzetten. Want ik kan even chillen vanavond. Want editor Jan die neemt het weer over. Deze vlog. Dus dankjewel Jan. Oh, ben in slaap gevallen op de bank. Wat een dag dames en heren. Ik ga de vlog afsluiten. Ik vond het zo fantastisch. Nogmaals jullie ook bedankt. En pa, maar heel veel plezier met de auto. Dames en heren, heel erg bedankt voor het kijken naar deze vlog. Mocht je nou genoten hebben, vergeet niet te abonneren hier beneden. En dan ga ik jullie morgen zien om 5 uur. Bedankt voor het kijken. Ik ga zeggen wat ik dat zeg. En dan stop ik voor jullie video. Bedankt voor het toppen. Ja, die komt hier alleen maar als de bossenbollen niet goed zijn.